the number you have dialed. Imagine. Ready to create Utopia. Ik ben ongelooflijk trots en, op mijn stad en ik hou heel erg van Amsterdam. Maar ik vind ook dat er problemen zijn die, als we ze niet oplossen, de stad kunnen bedreigen. Ja, je moet altijd je dromen achterna en vervolgens moet je die handen en voeten geven. Maar als het niet begint met een droom, dan zul je waarschijnlijk niet bereiken wat je had gehoopt. Natuurrampen niet zozeer, behalve dan als het heel veel natuurrampen zijn die eigenlijk wijzen op iets anders. Zoals nu met de klimaatverandering. Er zijn veel meer overstromingen, veel meer orkanen in een delen van de wereld. Ja, dat is natuurlijk een heel duidelijk teken dat we onze manier van leven moeten veranderen. Ik droom heel erg van een samenleving die je met elkaar vormgeeft, dat je dat samen doet. En dat betekent dat je moet kunnen verplaatsen in een ander. Ietsje minder snel boos worden, ietsje toleranter tegen elkaar zijn, ietsje meer in elkaar verplaatsen en heb je een veel leukere samenleving. Ik heb het ongelofelijke geluk dat ik in mijn werk, dat het eigenlijk mijn taak is om idealen na te streven. En daar kan ik me iedere dag mee bezighouden. En ik ben tevreden als ik naar huis fiets, als ik dat ook echt gedaan heb. Soms ben ik ontevreden, heb ik te veel vergaderd zonder dat er wat gebeurde. Maar juist in het onderwijs verbeteren voor kinderen kan ik mijn ideaal echt nastreven.